kijkers van Online Kim, van harte welkom terug bij de Conference League tussen de wedstrijd Vitesse tegen Stede Rennes. Goed jongens, de laatste wedstrijd, excuseer, voor de tweede speelronde. Het is in een avondwedstrijd om 8 uur, goedenavond allemaal. We gaan lekker de Conference League doen met Vitesse, jawel, Vitesse zit erin. Eens een keer 5 clubs in de Europese clubtoernooien. Dus we zullen zien in de Conference League wat Vitesse van. Ze hebben de eerste wedstrijd gewonnen voor een keer. Van Moura met 2-0. En hoe zit het nu? We zullen het wel zien. Goed, dus het komt helemaal goed. Perfect. Goed, prima. Ja, prima. Goed, perfect. Goed, we gaan lekker de wedstrijd spelen. Dus dat komt helemaal goed. Goed. Ja, ook Vitesse. Ja, is ook voor het eerste keer dat ik met Vitesse speel, volgens mij. Qua FIFA, of heb ik eerder een wedstrijd met Vitesse opgenomen? Ik zal niet meer weten, maar de Stede Rennes. Vitesse tegen Stede Rennes. Goed. Hallo iedereen, welkom hier bij IATV. Vitesse! Althans, ja, dat hopen we dan maar. En ook bij deze wedstrijd wordt het commentaar geleverd door Jeroen Guter, mijn collega, en ondergetekende Siert de Vos. We gaan weer ons stekende best voor u doen. Maar we hopen dat de voetballers dat ook doen. Dit is Vitesse en ze spelen tegen Stade Rennais. Siert, Stade Rennais dus. Wat kan je nou nog aan toevoegen? Helemaal niets. Laat de bal maar rollen. Met deze spelers in de basis gaat de Schubert onder de lat. Ze treden aan met 3 aanvallers vandaag. Hayek, Bazou, Doekie met 3 man dus achterin. Vooral ook omdat ze achterin. Witek, Beru, Tronstad, Jappie. Compleet verkeerd uitpakken natuurlijk. En uiteraard Boeden, Frederiksen, Gibo en Tanama. Ja, ik heb wat spelers en zo verwisseld. Daar heb ik ook bij Vitesse gedaan. Alleen ik moet het nog binnenkort bij AZ doen. AZ speelt niet. Begint aan dit duel met veel mis. Ja, tegenstand zit niet in FIFA, dus dat is het hele probleem. Truffert, Aguado, Da Silva, Traoré. Middenveld, Tijd, Camavinga, Nzonzi. Voor een Bargiut, Traoré en Doku. Dat is in ieder geval Stede Rennes. Maar speelt al sinds 1989 bijna altijd in de subtop van de Eredivisie. Bekende spelers zijn bijvoorbeeld Nikos Maglas, die later naar Ajax ging. En Marco van Ginkel, die naar Chelsea verkaste en natuurlijk ook voor Nederlands elftal heeft gespeeld. Goed, Vitesse is begonnen voor de Conference League. Het eerste bedrijf begint. Voor het eerst had ik Vitesse doet goed. Witek. Bazour. Richetli Bazour. Doekie. Dit is Jappie. Goed geanticipeerd dat uw paas is zit ertussen. Vitesse won dus met 2-0. Als je deze wedstrijd ook wint. Ook al is dit misschien een moeilijke wedstrijd. Maar de absolute moeilijkste wedstrijd, dat is dat kwaad nog komen. Dat weten ze zelf ook. Natuurlijk tegen Tottenham Hotspur. Dat is de aller moeilijkste. Goed gereageerd zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Dus want als je in ieder geval deze wedstrijd ook wint. Dan heb je al 6 punten. En nu wordt het oppassen. Dan kun je wel zeggen dat je prima start. En dan moet je ervoor zorgen dat je tegen de Spurs gewoon alles dicht metselt eigenlijk. Maar je staat wel 0-1. Maar zo snel had ik het doel van de Auker niet verwacht. Dat is al heel snel. Ja, zo'n kans gaat er natuurlijk altijd in. De doelman valt in dit geval helemaal niets te verwijten. Als een speler het volgt. Daar hebben we mooi aan het praten over de volgende wedstrijd van Vitesse. Maar staat nu wel in de problemen. Bazour. Jappie. Tanname. Jappie. Jappie. Die kan een voorzet gaan geven, doet hij dat? Bal wordt weggewerkt en dat wordt een hoekschop. Corner. Hier nog eens de beelden van het doelpunt waarmee ze de leiding pakten. Bazour. Dat
Die had daar wat problemen. Benjamin Bourigeau. Ja, pion de Schat, dat doet hij keurig. Oussama Tanane. Tanane. Ja, dus! Goed! De bal wordt geblokt door die speler. De speler werkt de bal weg. Daar komen ze weer. Steven Nzonzi. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Al vroeg onderschept die bal. Martin Terrier. Daar komen ze weer. De bal wordt gespeeld op de zijkant van het veld. En dit is de volgende. Schubert. Geweldige redding. Goede redding. Moest ook. Tegenpartij aan de bal. Weer wat. Staat er rennen. Verlies. Ze hebben de bal terug en nu. En hier worden 2-0. Ja. Het is 0-2. Zo komt Vitesse in de problemen. Heel wat grote problemen. Nou moet je toch wel zelf iets gaan doen. Een efficiënte actie. Want anders wordt het een moeilijke avond. Maar vervolgens laat de keeper zich verrassen. Hij laat zich passeren in de korte hoek. Ja, dat noemen we een keepersfout. Hij had die bal gewoon moeten hebben. Waden. 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 Waden niet en hij komt ook niet aan. Camavinga. Martin Terrier. Hij weet te voorkomen dat hij paas zijn eindstation bereikt. Jappie. Gaat door. Offensieve intenties bij de Arnhemmers. Tanane. Tanane. Hij werkt die komt weg. Dus ook niet bij. Nog steeds aan de bal hier. Ze geven de bal weg. Dat is een balletje. Tanane. Dat is een prima voorzet. En hier is wel de grote kans voor Vitesse vandaag. Dat die keeper die inzet wist te keren, zeg. Het is gewoon een briljante actie. Dit is niets. Geweldige verdedigende actie. Zijn er wat lags? Martin Terrier. Hij houdt hem nog voor zich. Net op tijd. Bero. Maar die levert weer die bal in. Niet meer aan de bal. Bero. Ik zou hem nu gaan steken, juist. Balletje diep. Dan. En dan. Ze 3 tegen 2. Maar wat doet het? Iets te lang. Werkt de bal naar voren. Voor dit schot is niet echt een spectaculaire redding nodig. Martin Terrier. Camavinga. En nou, dit is goed. Ja, dit is goed. Nou, die gaat aan. Die zit erin. Nee. Die zit niet. We dachten even. Die bal die rolt erin. Maar die bal die rolt er niet in. Ja, we hebben natuurlijk hier een doellijn technologie. En die geeft dus duidelijk aan. Dat de aansluitstraffer er niet is. En hier is het. Goeie kans. Ja, normaal is dit gewoon een treffer. Zo 1 op 1 voor de keeper. Geweldige redding hoor. Komt de hoekschop in het midden? Nee, hij komt helemaal verkeerd. Alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt.
Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Wat een kans voor Vitesse. Vlak voor Vitesse hier. Daar stoopt hij op aan de zijkant. Behoorlijk wat mensen voorin. Tackle in het eigen doelgebied. 1 minuut blessuretijd. En Vitesse staat achter met 2-0. 2-0. Deze speler speelt vandaag een heel lekkere wedstrijd. Het is lastig voor Vitesse. Het heeft wel wat kansen gehad. Heel dichtbij op de aansluitingstraf een paar keer. Maar helaas, het is niet zo hoe het is. Maar we zullen het zien in de tweede helft. Ze moeten. En de scheidsrechter fluit. De tweede helft is begonnen. Doku. Hij komt dat niet voorbij. Ja, dit is goed. En daar gaat hij voor de uitbraak op de brommel. Ja, is het aansluiting? Dit is niet de aansluitingstrafel. Terwijl dat hij erin had gemoeten. Nog maar één doelpunt. Laten we wel zijn. Dit was toch een niet te missen. Jongen. Hij mist hem. Dat had de goal moeten zijn voor Vitesse. Maar helaas. Offensieve intenties bij de Arnhemmers. Hij komt, maar weer de keeper. Van de keeper. Ze mogen een hoekschop nemen. Goeie kans. Dat was het zeker. Van Oussama Tanane. Keeper tast hem mis. Ja, tast hem niet echt mis. Bero. Daar kan je voor fluiten. Misschien had je daarvoor moeten fluiten. Het is een ingooi. De bal moet ingegooid worden. Voor Vitesse. En wat balen ze op de tribune. Ja, het zag eruit als een strafschop. En ze zijn het niet eens met die beslissing van de scheidsrechter. Nou wie? Het ziet er veelbelovend uit. Bero! Oei. Ongenadig hard. Ja, maar iets te onnauwkeurig. Ja, dat zie je vaker. En dat gaat dan ten koste van de precisie. Weer. De bal is hij kwijt naar die tackle. Traoré. Martin Terrier. Terrier. De bal gaat rustig rond op eigen helft. Ze hebben blijkbaar alle tijd. Daar komen ze weer. Vitesse. Vitesse komt daar wel uit. Maar doelpunten maken, ja, dat gaat. En hier had het balletje breed gemoeten. Ze komen er wel mooi uit. Goed en onderschept die paas. Er wordt een speler vervangen. Baden. Ruim baan op de vleugel. Naar wie? Ja, dan gaat die bal weer zo. Kan er hiervoor gevaar zijn. En weer de keeper. Ja, als het zo door blijft. Dan moet die bal er toch in één keer wel eens een keer erin. Ah, zet hij er net tussen. Want dat was een gevaarlijke steekbal. De wisselspeler komt het veld in. We hebben Steden Rennes nog niet op de helft van Vitesse gezien. Goede tackle op een gegeven moment. Dan moet Vitesse komen. Vitesse komt. Man en macht. Werk ze voor een aanzuigstreffer. Passeren. Ze hebben, ja, hij beukt er alles uit, die keeper. In het midden van de 16. Maar hoe zit dat hier? Keeper tast hem mis. Die cornerbal weg. Het wordt 20 minuten nog. Dikke 20 minuten te gaan nog. Camavinga. Martin Terrier. Slordig op het balbezit. Hij geeft hem diep. Dan is hij er voorbij. Dan is hij er voorbij en dan is dit een goal. Voor Vitesse. Maar ze staan wel achter en zullen iets moeten doen. Dit is 1-2.
En dan is het weer spannend. Dan voel je weer dat er wat kan gaan halen. Goed, alle reden denk ik om nog eens even te kijken wat er allemaal gebeurt bij deze goal. Het begint natuurlijk allemaal... Ja, dat zat er natuurlijk aan te komen. Vitesse, dat bij Doel steeds was. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Het verschil is minimaal. 20 minuten nog. Er zijn nog 20. En dan voel je dat natuurlijk nog een kan. Hij gaat verder. Bazoer. En dan. En dan is het ook prima hoor. Tanane. Dan houdt hij het even vast, maar... Kwartier nog. Witek. Hij is al voorbij. Maar nu is het een corner. De corner. Corner van Oussama Tanane. De doelman neemt geen keeper risico, komt. Stopt de bal weg. Hey, is dat geen overtreding? Dan moet je daarvoor fluiten, Scheid. Deze moet erin om gelijk te maken. Met een prachtige verdedigende actie. Dat had dan zomaar gekund. Langzaam op zijn einde en alles is nog mogelijk. Dat je hem op de stip had kunnen leggen en misschien had je wel moeten zeggen, je moet er. Steven Nzonzi staat te rennen. Met de aanval. Behoorlijk wat kansen voor Vitesse. Einde van de aanval. Het is buitenspel. Maar ik snap niet waarom dat hij door laat spelen. Vitesse had toch gewoon de bal. Laat dan gewoon doorspelen. Er resteren nog 9 minuten in de regio. 9 minuten. Kan hij daar voorbij? Nee. Kamavinga. Ruimte voor de counter. Hij houdt hem. Stopte de tegenstand. Oh, wat is dit? Aan, 5 minuten nog. In de laatste minuten. Volgens mij geloven ze er nog in. En de spelers hopelijk ook. Beroerd verdedigd. Als hij erin gaat, dan is het voorbij. En nu legt hij hem hier op de step. Is resoluut een strafschop. Oh, hij wijst naar de stip. Dat vind ik een goede beslissing, maar hij spaart hem toch een beetje. En dan? En dan zit hij erin. Is de kans weg? Is de punt weg? Is dit de nederlaag? Schitterend gedaan, en met lef. Precies in de kruising. Keeper komt daar nooit mee. 1-3. En we hebben nu een stand van 3-1. Vitesse verdiende hier best wel een punt. Het is jammer voor Vitesse, maar voor vanavond mocht het niet zo zijn. Maar dit is een fout, en wat een fout. Wat een fout, keeper, ja. Die redt dan ook nog eens even. Zijn ploeg staat voor, hij wordt eraf gehaald, omdat hij kennelijk mag gaan uitrusten na zo'n sterke optreden. Gaat dit wat worden? En dat schot komt zonder buitenspel. Dat ook. Hij had het doelpunt kunnen maken, maar wordt buitenspel gegeven. Oei. Ja, uiteraard is dit buitenspel. Hij wordt buitenspel gegeven. Zag er wel gevaarlijk uit. Jonas Martin. Daar komen ze. Jappie. Voorgegeven in het midden. Hij anticipeert. Dat is ook zonde. Beschept die paas. En dan is het zelfs 4-1. Is het zelfs 4-1. En nu al meteen het doelpunt. Dat is echt een heerlijk keer. 4-1. Vitesse gaat keihard onderuit door dit Franse team. In eigen huis. De tegenstander is dit natuurlijk om moedeloos van te worden. Ze krijgen geen enkele vat op de tegen. Geen kans. Van voet tot
tot voet. Je kunt toch zien dat ze kwetsbaar. Het eindigt hier in 4-1-4. Vitesse verliest, helaas. 4-1. Helaas. Een euro droom van de volgende speelronde wordt nog zwaarder. Want dan spelen ze uit volgens mij tegen Tottenham Hotspur. En dat wordt heel erg moeilijk. Helaas voor Vitesse. Goed. Het is jammer. Maar zullen we eens even kijken naar de statistieken. Dan is dat misschien wel een beetje terecht. Denk ik. Balbezit 54-46. Dus ja, dat is wat het doet. Goed, Vitesse verliest helaas met 4-1. Dat was het voor, in ieder geval voor vandaag de wedstrijden. 4 wedstrijden. Volgende speelronde zijn het 5 wedstrijden. Spelen ze allemaal. Dus hopelijk zijn jullie over een paar weken weer terug voor de derde speelronde. Goed kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor like en bij tot aan de derde speelronde van de Europese wedstrijden. Jongens, mazzel!